Goedemorgen. Volgens mij zijn we live. Het is altijd weer een grote verrassing. Zo. Nou, ik hoop dat jullie even wat laten horen. Dat je het doet. Goedemorgen, Nancy. Ik moet zeggen, het is ontzettend fris. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ik heb gewoon echt al een warme trui aan. En ik heb al een warme bakkie thee, dus eerst even opwarmen. Goedemorgen, Natasja, Danielle, Beppie, Astrid. Nou, leuk, jullie zijn er in ieder geval allemaal. Gezellig. Zo, ik hoop dat jullie me ook horen. Ik zie nog allemaal lieve goedemorgens. Goedemorgen, Joke. Oké, mam, gezellig. Leuk. Ik heb een hele grote kop thee gezet. Hoop dat hij een beetje warm blijft. Oh, dat had ik de vorige keer ook. Hè. Mijn chat loopt dan niet helemaal door. Ik zie alweer leuke dingen, Astrid, inderdaad. Nou, Els, je bent een keer op tijd. Nou, welkom. Soms is dat best lastig, hè? 9:30. Nou, op zich vind ik het altijd wel een lekkere tijd. Kinderen gaan om 8:30 naar school. Dan kan ik altijd nog even wat voorbereidend werk doen. En dan is 9:30 voor mij altijd wel een prettige tijd. Maar ik kan me ook best wel voorstellen dat het eventjes altijd even lastig is. Van, nou, ga ik het wel of niet rennen? Goedemorgen. Nou, goedemorgen. Nou, ik neem aan dat ik te horen ben, anders had iemand heus wel gereageerd. Ik hoor hier niet. Jongens, ik wil vandaag aan de gang met de nieuwste collectie van Dutch Doobadoo. Komt één deze dagen uit, vaak rond de 28e. Het is vandaag de 24e, dus over een paar dagen. En hij is heel divers, deze collectie. Ze hebben echt van alles wat. Het is een zaag met een hamer. Nou, echt voor stoere mannenkaarten. Erg grappig, maar ook voor jongenskaarten kun je natuurlijk ook gebruiken. Of iemand die aan het klussen is voor een nieuwe woning. Nou, leef je uit. Deze moest ik even over nadenken wat het was, maar ik kwam erachter, dit is een nagellakflesje. Soms is het best lastig, hè, als je de producten thuis krijgt, maar je hebt er nog geen verpakking omheen. Dan is het af en toe eventjes een beetje puzzelen. Vooral als je van die kaartmallen hebt. Of er was ook vorig jaar een keertje een aardbeien. Template waar je een aardbeidje van kon maken. Nou, eer ik daarachter kwam wat die nou precies was. Maar dit is het nagellakflesje. Ook erg grappig. Weer voor echte meiden dingetjes. Nou, het anker. En wat ik ook heel grappig vond is deze. Kun je ook hele leuke schutkaarten mee maken. Dit is zo'n fles, zo'n aangespoelde fles. Als je dit als venster uitsnijdt, wat uiteraard ook de bedoeling is, zou je er ook met mica en dus kun je er een schutgedeelte in maken. Ik twijfelde even met welke ik vandaag aan het werk ging. Het zou deze zijn, of nou ja, mijn zwak is gewoon paddenstoelen. Dus ik heb gewoon voor mijn eigen paddenstoeltjes gekozen. Ze hebben een kaart voor met herfst. Die moet je dus als het ware op deze manier maken. Hè? Dus die is ook heel erg grappig. Het is immers weer herfst. Ze hebben allemaal van die leuke blaadjes die je als stencil kunt gebruiken. Met nou, bijvoorbeeld die Luna Paste wat ik vorige week had. Structuurpasta kun je ook natuurlijk met inkten doen, stempelinkten. Goedemorgen. Het is een roer, geen anker. Sorry, Jeannette. Het is een roer. Ja, een anker is inderdaad anders. Een roer van het bootje. Misschien kun je hem ook wel leuk combineren met deze hoor. Dat het daar een beetje mee, dat je daar wat mee als tafereeltje maakt. En wat ik heel erg. Nou goed, de paddenstoelen dan. Daar ga ik vandaag mee aan het werk. Ik heb gewoon een zwak voor. Ik ben sowieso een herfstmens. Maar paddenstoelen vind ik erg leuk. Dus hier ga ik mee vandaag mee aan het werk. Maar wat ik ook heel erg leuk vind is alfabet. Maar dan ook verschillende groottes. En ook meerdere keren de letters. Dus ook de E zit er wat meer in. Dus nou ja, en dit kun je bewerken met bijvoorbeeld embossingpoeder. Vind ik dit altijd heel erg leuk. Goedemorgen, het wordt een prachtige dag. Nou, dat hoop ik, Krealien. Want het is nu echt nog blubberkoud. Ik heb gisteren zelfs al de houtkachel aangehad. Nou ben ik echt wel een koukleum hoor. Maar dit is dus de collectie die er aan gaat komen. Dus dat is wel erg leuk. Even wat warmte naar binnen drinken. En wat ik bij deze uitzending ook mag doen, is een verrassingspakket van Dutch Doobadoo weggeven 3 keer. Dus het enige wat je hoeft te doen is even de video te delen. En dan krijg je een verrassingspakket. Wat daar precies in zit, dat weet ik ook nog niet. Dat gaan we eventjes samenstellen. Maar het is in ieder geval weer leuk. Dus die mag ik weer 3 keer weggeven aan het einde van de week. Op jullie schijnt allemaal de zon. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, hier schijnt de zon ook hoor. Het regent niet, maar ik vind het gewoon nog koud. Het is erg donker, licht nodig. Wil ik het goed kunnen zien? Nou, ik kan hier eventueel nog een lamp aanzetten hoor. Dus als jullie zeggen, joh, ik vind het wel wat donker, dan kan dat hoor. Geef het even aan.
Maar het zonnetje schijnt hier ook. Maar ik zit hier altijd in het begin van de dag altijd nog in de schaduw. En dan later komt hier de zon. Hoe bewerk je deze mallen, Christine? Wat bedoel je precies? Deze? Of nou ja, dit stencil. Kijk, daar zitten figuurtjes in. Dat kun je heel leuk met bijvoorbeeld structuurpasta of met stempelinkt gaan sponsen, tamponeren. Dan krijg je dit embleempje op je papier. Maar deze mallen zijn eigenlijk meer bedoeld om over te trekken met papier. Dat zal ik je zo meteen ook laten zien. En het dan vervolgens uit te knippen, op elkaar te plakken. En dan creëer je dus paddenstoeltjes. Dus je trekt de mal over. Heel veel mensen, sommigen hebben wel dat je dat bijvoorbeeld in een stansmachine kan doen. Dat is het niet. Je trekt het over en je knipt het uit. En deze kun je bijvoorbeeld heel leuk eruit drukken. En dan het Versamark. Dat is een stempelkussentje wat een beetje een kleeflaagje achterlaat. Als je daar embossingpoeder omheen doet en je gaat er verhitten met de heat tool, krijg je een hele leuke glans op je, op dat, ja, wat is het, chipboard. Paddenstoeltjes, ben benieuwd wat je ervan gemaakt. Nou, ik ook. Ik heb het al wel een beetje voorbereid, maar ik had het allemaal eventjes heel grappig even in een bakje voorbereid. Maar toen dacht ik, ah, oh, misschien is het eigenlijk wel leuk om het in het bakje te doen. Maar dat bedacht ik me echt net 3 minuten geleden. Dus ik moet even gaan kijken of we dat nou weer gaan doen. Maar nou, goed, we zien het wel. Mee te kijken, ik loop. Oh ja, 15 maanden. Dat zijn handenbindertjes. Ja, ik weet niet of je lang kunt kijken. Even kijken, want ik zag volgens mij nog wat vragen staan. De hamer en de zaag voor mijn zoontje van 5. Hoe bewaar jij deze mallen? Nou, inderdaad, ik zie al insteekhoezen. Dat werkt heel erg goed. En als je achter mij kijkt, dan zie je allemaal van die. Van die bakken staan. Ik gebruik eigenlijk alles van Dutch Doobadoo. Gooi ik in de bak van Dutch Doobadoo. Dus alles wat van Dutch Doobadoo is, dat gebruik ik, zet ik daarin. Maar inderdaad, als jij van die. Het is bijna allemaal wel A4 formaat. Nou is deze gewoon even iets groter als normaal. Maar die zou je ook nog gewoon even zo rond kunnen knippen. Als je het in insteekhoesjes doet, ja, dan is het wat georganiseerder. Ik ben iets chaotischer. Ik gooi alles in een bak. Ja, is leuk, hè? Dus we gaan met tenminste, ik ga met die paddenstoeltjes aan de gang. En omdat de uitzending toch eigenlijk altijd wel vrij lang duren, dacht ik, nou, ik bereid het eventjes voor. Dus ik heb alvast even een paddenstoeltje geknipt in elkaar. Maar ik wil jullie wel even laten zien. Dus ik dacht, dan maak ik nog wel een mini paddenstoeltje even extra. Zodat jullie kunnen zien hoe die opbouw een beetje werkt. Grappig van deze mallen is dat je ze zo kunt gebruiken. Dan heb je ze dus alle twee dezelfde kant op. Maar je kunt ze ook natuurlijk omdraaien. En het leuke is als je dus bijvoorbeeld de een omdraait en de ander niet. Dan krijg je een beetje dat. Je kunt dus aan twee kanten kun je de paddenstoel gebruiken. Dat is gewoon een grappig detail. Dus nou, ik ga even de kleine paddenstoel nog even een keertje maken. Ik heb ze dus al gemaakt. Dat ik ze alleen nog hoef te plakken. Maar ik wil jullie natuurlijk ook even zien voor mensen die niet bekend zijn met die mallen, hoe het precies in zijn werk gaat. Nou, het is heel eenvoudig. Het is overtrekken en uitknippen. Nee, oké, gelukkig vinden jullie dat nooit zo erg. Maar ik heb zelf altijd het idee, het moet wel, anders wordt het zo langdradig. Als ik alles nog moet uitknippen en alles nog moet plakken, dan duurt het zo lang dat ik denk, nou, dat ga ik even van tevoren alvast doen. Paula, ik verwacht, maar weet je, ik heb niet de verpakkingen erbij. Dus ik heb dat zo aangeleverd gekregen. Maar ik denk dat het wel een set is, hoor. Ik denk dat die hamer en die zaag bij elkaar horen. Als één pakket. Maar. Pin mij even niet aan vast, dat durf ik niet helemaal zo te zeggen. Ik bewaar ze in insteekhoesjes en dan in een map. Ja, dat is wel heel handig. Ik heb ook achter mij staan, deze kant. Zie je dat? Daar staan twee orders en daar bewaar ik bijvoorbeeld mijn stempels in. Dus die, dan heb ik van die fotohoesjes, daar zitten er vier foto's, kun je daarin doen. En daar schuif ik altijd mijn stempels in. Maar op een gegeven moment heb je zoveel stempels dat je wel 100 ordners kan gebruiken. Dus daarom doe ik het allemaal weer in die bakken. Maar ben je echt wat georganiseerd? Ik zou dat ook eens moeten doen. Dan is insteekhoezen wel praktisch. Het weegt ook verder niks. Het is ook niet dik of zo. Dus je kunt heel veel hoezen erin doen met die mallen. 5 minuutjes kijken en dan kijk ik weer terug. Vond helemaal goed. Ga je nog iets leuks doen? Nou, volgens mij zijn zo een beetje de vragen. Dan ga ik gewoon starten. Ik twijfelde nog heel eventjes. Zou ik misschien een paddenstoel erbij? Want ik had hier witte paddenstoelen gemaakt. Misschien is het ook wel leuk als ik een kraft paddenstoel maak. Dus zeg maar nog wit om het in het geheel te houden. Of is kraft? Ik vond kraft misschien ook wel leuk. En misschien is juist die combinatie van dat kraft ook wel grappig. Dus eens even wat jullie willen. Zitten bij elkaar of pakken? Oké, helemaal goed. Nou, lief, dankjewel Astrid. Ik ga er vaak ook wel van uit. De rest zal wel los zijn, denk ik.
Wat vinden jullie leuk? Gewoon nog een witte erbij maken of ga ik voor craft? Dan heb ik nog even een stukje, een slokje warme thee. Ik ben ook heel erg met witte stip hoor. Craft? Oké, doen we craft. Helemaal goed. Ja, ik heb volgens mij de mensen die vaker live kijken, ik heb mijn hele servies is rood met witte stip. Ik heb ook een zwak voor paddenstoelen. Even kijken, waar heb ik nou die template weer neergelegd? Ik weet ook. Zo, oh hier. Hier is zo heerlijk chaotisch altijd. Zo. Nou, dan gaan we een paddenstoeltje maken. Ik had hem al zo gemaakt, dus laat ik hem dan nu zo maken. Dat is wel grappig. Nou, ik probeer altijd zo zuinig mogelijk te zijn met mijn papier, hè? En gewoon simpel potlood. Oh, ik moet heel eventjes weer mijn chat verversen, want dan loopt hij niet door. Oh, iedereen zegt craft. Grappig. Goedemorgen, Diana. Weer te laat. Nou, ik ben net begonnen. Ik ga de nieuwe collectie doen van Dutch Doobadoo. Ik heb hem net even laten zien wat er allemaal in zit. En nou, zitten hele leuke dingen in, maar ik ben gek op paddenstoeltjes, dus ik heb gekozen voor de paddenstoel template. Ga jij stofzuigen? Moet je aan het werk, Angelique? Angelica? Angelique? Ik heb zwak wat. Oh, zie, ik ben niet de enige die rood met wit zit. Nou, ik heb heel leuk papier. Kijk, dat past er echt helemaal fantastisch bij. Dit is dan bewerkt, maar ik heb ook gewoon. Hier, kijk, rood met witte stipjes. Maar ik vind dit ook heel leuk, hè? Ik vind ruitjes ook echt geweldig. Maar ik vind stipjes is toch wel favorietje. Espiek, goed, we gaan hem overtrekken. En dan doe ik alleen de buitenste lijn, want dat is de omtrek wat je als basis doet. Dus met welke papier je dan ook werkt. Ik doe vaak craft of ik doe vaak wit, maar je kunt bijvoorbeeld ook kiezen voor rood. Zou je ook kunnen doen. Maar ik vind het leuker om dat met echt designpapier op te maken, zeg maar. Mijn wederhelft zegt altijd waarom die kleine stukjes nou bewaren. Nou, inderdaad. Ja, ik moet zeggen, Astrid, ik ben er wel een beetje terug van gekomen hoor. Want ik heb een hele grote la en daar deed ik altijd mijn restpapiertjes in van designpapier. Want ik vond het ook alles zonde om weg te gooien. Maar op een gegeven moment werd die la kreeg een tweede la. En toen dacht ik aan, en nu is het ook gewoon klaar. Want het neemt toch heel veel ruimte in beslag. Maar ik heb het ook een hele tijd gedaan hoor. Op een gegeven moment heb je zoveel. En ik heb ook gewoon een zwak voor designpapier, dus ik wil ook elke keer weer nieuw, 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 nieuw. Je kent het vast wel. Daarom vind ik die blokjes ook vaak zo fijn, want die blokjes past alles zo mooi bij elkaar. Dus vroeger kocht ik altijd het papier allemaal los. En nu, als ik dan zo'n blok koop, dan heb ik alles, matcht het gewoon mooi. Als dat blok dan op is, dan kan die ook gewoon weg. Schaartje. Nou, dan heb ik hem overgetrokken met gewoon een potlood. En dan knip ik hem uit. Er zijn heel veel mensen die hem op zijn kop maken en hem alsnog omdraaien. Zodat je die lijntjes van het, hoe noem je dat nou, potlood niet ziet. Maar ik bewerk dat eigenlijk altijd met stempel, bruine stempelinkt. Dus bij mij zie je dat eigenlijk ook niet terugkomen. Waar is het papier van? Dit papier? Dat is al een heel oud blokje. Ik geloof dat ik de voorkant er nog van bewaard heb. Even spieken. Van Rosa Dotje. De Noël Basic. Dus ik zou straks eventjes de artikelen die ik gebruikt heb, zet ik zo meteen wel eventjes helemaal bovenaan in het bericht. Waar nu staat aan het werk met de nieuwe Dutch Doobadoo producten. Daar zou ik even een korte beschrijving zijn met de artikelen die ik gebruikt heb. Dat is misschien handiger. Ja, dat is leuk. Nou, iedereen is enthousiast op papier. Maar het leuke van deze serie is. Nou, heb ik wel twee setjes door elkaar hier liggend. Maar dit is een set, zeg maar. En dat heeft dus die stipjes, bijpassende ruitjes. En dan heb je dat ook in het blauw en dat heb je in het rood. Dus zie je dat? Dus het is echt een. Maar ze zijn dubbelzijdig. Dus de andere kant kun je ook gewoon nog gebruiken. Zie je dat? Dus alles matcht gewoon mooi met elkaar. Zie je dat? En dat is het voordeel. Als je die paddenstoel doet, dat heb ik dus zo meteen, zou ik je dat ook laten zien. Dan pak ik deze. Maar voor de binnenkant kan ik de achterkant weer gebruiken. Snap je? Het is dubbelzijdig papier. Dus ja, ik vind het een heel makkelijk basic. Hij heet ook basic, maar het is een heel makkelijk papiertje. Ja, het is wel echt een oudje al, Astrid. Is echt, als ik zeg hij is echt oud, dan bedoel ik ook echt oud hoor. Kijken of er een. Nee, er staat geen datum bij wanneer die gemaakt is, maar.
Wel oud. Ik zal hem straks even voor je opzoeken. Hij is in ieder geval nog wel bestelbaar, dat weet ik zeker. Maar of ze hem op voorraad hebben of winkels, die zou dan echt even moeten bestellen, denk ik. Nou, ik knip hem heel voorzichtig netjes uit. Nee, netjes. Ik doe altijd mijn best. Ik probeer op de kniplijn te knippen. Dat is met deze Dutch Doobroom-mallen altijd wel verstandig dat je het ook gewoon netjes uitknipt. Want de volgende lijnen die je zo meteen gaat maken om hem op te bouwen, die matchen natuurlijk perfect erbij. Dus als je dan niet mooi knipt, dan ga je dat ook wel zien. Dus neem hier altijd eventjes je tijd voor. Nou, ik had de houtkachel hier ook wel aan kunnen zetten, jongens. Het is gewoon in huis ook gewoon heel erg koud nog, hè? Tenminste, hier is het gewoon. Het is gewoon niet warm. Kijken voordat ik ben weer van alles en nog wat bezig. Hey Joyce, ik ga aan het werk met de nieuwe collectie van Dutch Doobaroo, die een deze dagen uitkomt. Ik heb gekozen voor de paddenstoel stencil. Deze. Die komt uit. Dit is ook een setje. En nou, die ga ik even laten zien. Nou, dubbelzijdig vind ik gewoon ook dat matcht gewoon mooi met elkaar. Dus dan hoef je niet je cardstock erbij uit te gaan zoeken. Dan weet je in ieder geval dat het bij elkaar past. Zo. Nou, en als ik dat dan gedaan heb, dan is mijn begin van mijn paddenstoeltje klaar. En dan ga ik de binnenkanten maken. Dus dan ga ik nou, dan pak ik dus het designpapier wat ik dan wil. Nou, ik ga voor de stengel, ga ik toch maar voor. Hier zag ik net een wat donkergrijs. En ik heb allemaal lichtgrijs, dus misschien wel leuk om een donkergrijs te pakken. Nou, en dan pak ik eigenlijk dat stencil weer. En dan trek ik de binnenkant over. Dus dan ga ik niet meer die buitenste lijn pakken. Maar pak ik die binnenste lijn. Dus kunnen we iets opschuiven. Hey, goedemorgen Sabine. Leuk dat je even meekijkt. Oh, dan krijg ik mijn chat weer die niet vastloopt. Even kijken. Ja, nou, er zijn 100.000 manieren van knippen. De een vindt inderdaad zo'n schaartje fijn, de ander vindt zo'n knijpdingetje fijn. Er zijn heel veel verschillende soorten scharen. Dat is echt heel persoonlijk. Er zijn ook mensen die niet met een schaar knippen, maar alles met een mesje snijden. Ja, dat is maar wat je zelf prettig vindt, hoor. De doosjes van Dutch Doobaroo. Ja, dit vind ik ook altijd erg leuk. Hebben ze deze collectie er dit keer niet in zitten in deze maandcollectie? Oh, hebben ze je online gevonden, Astrid? Wat goed. Zet die houtkachel maar aan. Ja, maar als ik dat ga doen, Sabine, dat duurt even. Ik heb wel hout in de bak liggen, zeg maar. Ik had gisteren ook al de houtkachel gedaan. Maar eer ik dat aan heb en dan dat kan ik live niet, is niet handig. Maar hij gaat straks geheid aan. Nou wordt het hier op zich straks wel iets warmer, maar. Nou, deze knip ik eerst altijd even grof uit. Zo. En dan netjes. Nou, ik zou niet de eerste zijn die de houtkachel aan heeft gehad dit weekend, denk ik. Zo. Oké, daarom ben ik blij dat ik die andere alvast voorbereid heb. Want anders dan. Dit kost gewoon even heel veel tijd. Al dat uitknippen. En vooral het kleine paddenstoeltje heeft wat meer. Kleine onderdeeltjes die je moet knippen. Kijk, en deze past hier nu weer precies op. En daarom is het ook netjes dat je het netjes knipt. En dan heb ik ook een lichter grijs. En daar doe ik dan eventjes de onderkant mee van het paddenstoeltje. Dat is deze. Kijk, en dat zijn deze twee delen. Dat is het onderkant van het paddenstoeltje. Zie je dat? Dus die trek je ook gewoon over. Ja, weet je, kind kan er was doen. Het is heel eenvoudig. Ik heb vloerverwarming. Oeh, Natasja, dat is ook lekker. Ik heb wel zo'n. ik ben dus echt een koukleum. Ik heb wel zo'n vloermatje gekocht. Die doe je in een stopcontact. En dan leg je die inderdaad op de grond. Kun je je voeten opzetten. Maar mijn probleem is, ik ben heel klein. Dus ik kan met mijn voeten met de bureaustoel zelfs niet aan de grond. En als ik mijn bureaustoel nog lager doe, dan kan ik niet lekker werken. Dus dan heb ik ook nog eens een keer een opstapje waar dan dat matje op ligt. Maar ik moet zeggen, die heb ik nog niet gebruikt. Als ik dat nu al ga doen, dan ben ik in de winter helemaal. Oh, heerlijk, vloerverwarming. Ik heb dat wel in de badkamer. Maar niet in huis.
Kijk, die twee kun je zo uitknippen en die kun je er ook weer onder doen. Ja, inderdaad, Diana, het kost veel tijd, maar het geeft wel. Je hebt wel echt iets leuks. Daar die doosjes, maar die kaartjes ook. En hier zijn gewoon geen stansen voor, want die maten zijn gewoon te groot. Snap je? En grote stansen zijn ook kostbaar. Ik ben niet zo netjes in netjes knippen. Dat heb ik ook. Ik kan dat ook niet zo goed hoor. Ik knip altijd te snel. Kijk, en dit zijn op zich relatief kleine onderdelen, dan wil het nog wel. Maar zodra ik zo'n hele grote paddenstoel moet knippen, dan moet je. Ja, ik ben gewoon ook niet zo heel erg secuur. Maar je moet er gewoon even de tijd voor nemen. En je moet gewoon ontdekken wat je aan schaartjes fijn vindt. Kijk, ik vind zo'n klein fijn schaartje wel prettig. Maar je hebt ook echt van die tangetjes, schaartjes. Ja, die heb je inderdaad ook. Dat ziet er zo uit, zeg maar. Ik weet ook niet zo hoe ze heet. Pincetschaartje misschien wel, ja, inderdaad. Het is echt zo'n soort tangetje, lijkt het wel. Maar mijn moeder doet bijvoorbeeld alles snijdend. Die vindt snijden weer heel prettig. Met zo'n snijmesje. Nou, dat moet je mij helemaal niet laten doen. Zo. Zo. Nou, dan heb ik die kleine onderdeeltjes gehad. Dus die gaat daarheen en deze gaat hier. En dan ga ik mijn rood met witte stipjes papier pakken. En daarmee ga ik dan het bovenkantje van de paddenstoel maken. Schuurpapiertje doet wonderen. Pincetschaartje inderdaad. Ze moeten een doosje geduld erbij geven. Ja, soms wel, ja, Danielle. Ja, Jolanda, wij proberen wel altijd, als je even op ons YouTube-kanaal kijkt van Kippershobby. Ik heb dat ook heel vaak. Als ik een Dutch Doobaloo mal binnenkrijg, en dan denk ik wel eens, als ik het dan niet begrijp, hoe moet iemand die wat minder vaak knutselt het al begrijpen? Dus we maken vaak wel even introductievideo's van, als het hele ingewikkelde projecten zijn, hoe die kaart, vooral met die vouwkaarten, hoe die kaarten kunt vouwen. Dus als je op ons YouTube-kanaal kijkt, dan vind je wel van verschillende kaarten in ieder geval even de, hoe die werkt, zeg maar. Dus dat. Maar dat zeg ik hoor, soms krijg ik ook een mal binnen dat ik denk, jee, wat is dit nou dan? Dat had ik dus met dat aardbeiendoosje. Daar heb ik echt even op zitten kijken hoe ik dat, wat het eigenlijk was. Zo. Nou, die knippen we ook nog eventjes uit. Dan ga ik alle randjes altijd even beïnkten met bruine stempelinkt. Dan werk je ook al heel veel weg hoor. Dan zie je ook dat je niet zo netjes geknipt hebt, dan werk je ook wel weg. Maar inderdaad, wat iemand zei, zo'n de-stresser is ook wel handig. Dat is zo'n. Ja, ik heb hem hier niet zo binnen handbereik. Maar er zitten allemaal hele kleine mesjes aan. Dan kun je het een beetje ruw maken. En dan verbloem je ook wel een beetje die karteltjes van het knippen. Joycraft heeft die bijvoorbeeld ook. Zo. Kijk, en dat is mijn hoedje van de paddenstoel. En zo zet je, nou zo krijg je eigenlijk, zo komt die paddenstoel ook een beetje tot leven. Maar ik zal je laten zien als de randjes beïnkt dat het ook al een mooi effect geeft. Ja, kinderen vinden het inderdaad ook heel erg leuk. Ik heb Marit ook. Mijn jongste, die is wel wat creatiever. En die vindt het ook leuk om die mallen te maken. Maar moet het niet te ingewikkeld gaan worden? Zo'n paddenstoel wil wel. Maar zo'n vouwkaart wordt al wat lastiger. Nee, wij zijn inderdaad groothandel. Bij ons kun je niet bestellen, Astrid. Nee. Maar je kunt wel altijd even het artikelnummer bij ons opvragen. Ik bedoel, dan stuur je even een mailtje. En dan kun je wel gewoon bij jou een hobbywinkel bestellen hoor. Dan hebben hun het nummer waar ze mee kunnen bestellen. Dus dat moet goed komen. Ik ververs jullie eventjes, want ik loop weer even. Mijn chat loopt dan weer niet door. Als het goed is, gaat dat goed. Ben ik er nog? Kijk, en dan als ik die randjes beïnkt, zie je al dat er een beetje schaduw dan komt in zo'n stam. Ik beïnkt altijd alles hoor. Dat is bijna gewoon. Ja, dat is gewoon niet standaard. Maar ik vind het komt veel meer tot leven.
Zie je dat? Kijk, nou heb ik het steeltje gedaan in het hoedje van het paddenstoeltje. En dan zul je zo meteen zien, dan ga ik deze kant doen, dat veel heel anders uitkomt nu. Nou, dank je, Caroline. Kijk, zie je dat? En je werkt je potloodstreepjes weg, mocht je die nog hebben. En nou, je geeft echt het schaduweffect. Zie je dat verschil tussen die en die? Zo komt hij veel meer tot leven als je dan als je hem zo doet. Ja, zo'n herfsttafeltje, zo'n seizoentafeltje. Ja, nou, ik had dus toevallig, ik had de livestream, want ik had een beetje voorbereid, omdat ik denk het is heel veel knipwerk. Dus ik heb eventjes voor mijn gemak even alles in dit bakje gegooid. Maar net voordat ik live ging, dacht ik, ah, oh, dat is eigenlijk ook best leuk om zo'n herfsttafereelbakje te maken. Maar dat heb ik niet voorbereid. Dus ik ga heel even kijken dat ik hem misschien wel matchend maak dat hij erin past. Maar ik moet dan even nog een achtergrond maken. En dat ben ik dan nu even niet op voorbereid. Dus ik ga even kijken hoe ik het gaat bewerkstelligen zo meteen. Ik laat het ook een beetje even aan jullie over of we het gewoon in een kaartvorm maken of in dat doosje. Op zich is het inderdaad wel leuk om. Ik heb toevallig mijn vensterbanken leeggehaald gisteren. Toen zei Henk al, misschien is het leuk om op de vensterbank een soort herfsttafeltje te maken. Met paddenstoeltjes en zo. Ik zei, oh, nou, best een leuk idee. We gaan hem even plakken. Sorry, ik ratel altijd een stuk door. Hè? Paddenstoel super, kan bijna niet wachten tot hij uitkomt. Kun je hem niet eerder versturen naar de liefhebbers? Ah, nee. Je kunt wel kans maken op een verrassingspakket. Nou durf ik je niet te garanderen of er een paddenstoel bij dat verrassingspakket zit. Maar ik mag wel drie Dutch Doobadoo verrassingspakketten weggeven. Het enige wat je hoeft te doen is deze video te delen. En nou ja, dat is eigenlijk al voldoende. En dan maak je dus kans op een van die drie pakketten die je met het einde van de week bekend maken. Maar Dutch Doobadoo wordt volgens mij vaak rond de 28e uitgeleverd. Dus nog een paar dagen geduld. En dan komt hij. Maar toen ik ook de paddenstoelen dacht, was ik ook gelijk dat ik denk, oh ja, ik ga voor de paddenstoeltjes. Ik twijfelde nog heel eventjes voor dat flesje, want die vond ik ook leuk als schutkaart. Maar ik denk, nee, ik ga toch voor mijn paddenstoelen. Zo. Kijk, zo is die helemaal af. Dan kun je hem gaan lijmen. Ja, leuk hè. Ik vind het zelf ook heel leuk, Natasje, dat ik dat allemaal weg mag geven. Daar ben ik ook heel blij mee hoor. Dat is ook een feestje. Het is ook heel leuk om dingen weg te geven. En ik vind het ook heel erg leuk hoe erop gereageerd wordt. Dus dat maakt het ook allemaal goed, hè. Maar ik ben blij dat Kippers dat wil sponsoren. En dat is voor jullie ook leuk. Kijk, weet je ziet mij ermee aan het werk gaan, maar wij vinden het ook leuk om jullie ermee aan het werk te zien gaan. Snap je? Om producten uit te proberen. Zoals vorige week had ik die pasta van Cosmic Shimmer. Al die verschillende pasta's. Als je die terug wil kijken, kun je trouwens op YouTube vinden. Als je onder meekijken met Martine kijkt. Op onze YouTube-kanaal. Kijk, mensen worden dan enthousiast, willen dat ook graag proberen. En dan is het ook leuk als wij dat dan weg mogen geven. En we daar ook drie mensen echt helemaal blij mee kunnen maken die het dan ook kunnen proberen. Dus. Caroline, je kunt ze kopen straks eigenlijk bij je favoriete hobbywinkel. Online kun je ze ook kopen. Ze zijn volgens mij zelfs al in pre-orders bij heel veel hobbywinkels. Dus ja, eigenlijk kun je ze overal wel bestellen. Online of bij je winkel. En anders kun je ze bestellen als ze ze nog straks niet hebben. Maar ze komen ook pas volgende week dus uit, hè, einde van de week. Niet geschoten is altijd mis, inderdaad. Je gaat er een oud veilingskratje mee vullen. Oh, dat is ook een leuk idee. Mag je wel heel veel paddenstoeltjes gaan maken? Nee, wij staan dit jaar niet, Sabine, op de Creadoe. Nee, dit jaar niet. Duimen voor het verrassingspakket. Ja, nou ik moet zeggen, verrassingspakketten zijn altijd leuk. Je weet niet wat erin zit. En, maar ja, Dutch Doobadoo heeft sowieso altijd leuke dingetjes. Dus dat gaat helemaal goed komen. En misschien zit er ook wel iets van de nieuwe collectie in. Oh, Wilma, ze zijn zeker wel te koop hoor. Op de Creadoe of op de beurs in Hardenberg hoor. Ja, er zijn winkeliers. Ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Ik weet niet zo even wie. Maar je zou kunnen kijken welke mensen er staan. En die zou je even een berichtje kunnen doen. Of ze de paddenstoel van Dutch Doobadoo ook mee willen nemen. Ja hoor, dan zijn ze wel te koop. Want ze komen de 28e uit. Ik weet niet precies wanneer Hardenberg is. Maar. Op de Crea-dag in oktober. Wat ga je voor iets leuks doen, Ria?
Ja, Christine, inderdaad, het is leuk als het maandag je vrijdag is en je kunt elke week live meekijken. Leuk. Ja hoor, je kunt ook op de websites bestellen. Ja. Nou, dan is dit één paddenstoel. Nou heb ik alvast paddenstoelen voorbereid. De grote paddenstoel ook. En die heb ik ook al. En die ga ik eventjes opplakken. Kijk, je ziet heel duidelijk dat die op deze manier moet. En dit is mijn. Wat gaat hier nou niet goed? Oh ja, ik had hem natuurlijk zo. Zo. En ik had ook nog zulke. Ik ga even alle losse onderdeeltjes erbij pakken. Want dat is altijd wel eventjes een beetje een gepuzzel. Dit puzzelen was vroeger al niet mijn favoriete bezigheid. Mijn moeder is gek op puzzelen. Nou, dan deed ik 5 minuten mee, maar na 5 minuten was ik het alweer helemaal zat. Ik heb dat gewoon niet in me. Dit lijkt me een zo. Oh jongens, ik ga hier echt valikant de mist in straks. Nee, hij hoort wel zo. Maar dan hoort hij, denk ik, zo. Zo, Martine. Ja. Fijn hoor, dat dit altijd weer live moet. Even kijken. Deze hoort dan zo. Niet lachen, hè, thuis. Even kijken. Deze gaat dan op deze manier. Zo. En dan doen we deze op deze manier. Dan gaan we wel even kijken welke paddenstoelen we gebruiken. Kijk, als je een heel kratje vol wilt gaan maken, dan kun je er heel veel gebruiken. Zie je dat? Puzzelen dan nog live ook. Ja, vreselijk dit. Ja, er zijn heel veel mensen die dat leuk vinden, hè? Puzzelen. Ja, ik bedoel dan inderdaad echt een legpuzzel, hè? Niet het, ja, gewoon puzzelen vind ik trouwens ook niet leuk hoor, in die boekjes. Maar ik heb er gewoon niet zo heel veel mee. Ik heb er ook gewoon het geduld niet voor. Ik denk dat dat mijn probleem is. Even kijken of we deze nou weer verdacht hebben. Zo, volgens mij. Zo. Dan mis ik hier nog een stukje. Zo. Nou, ik geloof dat ik er wel aardig ben. Ik kom er aardig onderuit. Kijk, en deze hoort nog hier. Zie? Nou. En nu even vastplakken. Het viel mee. Oh, gehaakte paddenstoeltjes. Dat is ook leuk. Dus zijn we niet de enige die soms moeten uitvinden hoe het werkt. Nee, gelukkig Astrid. Maar weet je, dat vind ik altijd zo knullig van live, hè? Dat ik denk, oh. Maar goed, het is waarschijnlijk herkenbaar, maar soms is het niet altijd even leuk. Maar zolang jullie er niet aan storen, vind ik het ook niet zo heel erg. Oh, ik moet af en toe even weer verversen op die vraag hoor, jongens. Ja, het is inderdaad nu al gezellig omdat je al die paddenstoeltjes zo hebt liggen. Maar ik vind dat er nog weinig herfstdingetjes te koop zijn hoor. Ik was gisteren toevallig even in Almere. Ik denk, nou, voor dan voor een herfsttafel leuke paddenstoelen of zo. Maar ik kon nog niet echt hele leuke dingetjes vinden. Dus dan moeten ze gewoon zelf maken. En wat ik ook leuk vind, gewoon kastanjes, hè? Uit het bos. Of van die. Ja, Enk zei ook al, dan moet je gewoon naar het bos gaan. Ik zei, ja, gisteren regende het echt de hele dag. Ik zei, ja, ik ga niet van die hele natte bladeren mee. Die moeten eerst even drogen. Maar eikeltjes, kastanjes vind ik zelf heel erg leuk. Ook de omhulsels van de kastanjes vind ik altijd mooi. Er ligt van alles in het bos. Even kijken hoor. Ons fijn het gevoel dat we niet zitten klungelen. Ja, hey Marit, gefeliciteerd. Hoe was jouw dag? Want volgens mij had je, tenminste hier in ons mooie Elburg, hadden we niet het hele mooie weer. Dus ik hoop dat jullie niet helemaal nat geregend zijn. Maar gefeliciteerd. Zijn niet veel kastanjes meer in de bossen? Oh, nou ja, bij ons in de bossen wel heel veel. Dus ik had er al een paar meegenomen in mijn zak. Oh, Action? Nou, Jolanda, ik zag bij de Action eigenlijk alleen maar echt op kerst gerelateerd, maar niet echt op herfst. Nou, heb ik ook maar even snel gekeken hoor. Want daar ging ik eigenlijk niet voor. Ik ging voor de meiden, moest even winkelen. Maar toen dacht ik, oh, even bij de Action kijken. Maar ik zag niet zo snel iets leuks. Nou, dit is mijn grote paddenstoel. Mijn kraftpaddenstoeltje. Deze plak ook even vol. Ik heb geen idee of ik ze ga gebruiken. Maar een heks in ieder geval al wat geplakt. Kijk, en wat je ook zou kunnen doen, hè, is dat je er gewoon een achterkantje op maakt. En dat je ze
Dus zeg maar zo neer kan zetten. Dus zeg maar voor jullie dan zo. Maar dat je ze gewoon neer kan zetten is ook leuk. Oh, je hebt daar een kastanjeboom in de achtertuin. Nou, daar zou ik dan misschien dan weer niet blij van worden. Volgens mij geeft het echt ontzettend veel troep. Astrid, wat valt het mee? Super weekend gaat precies droog op de juiste momenten. Ah, oh, wauw, wat leuk. Nou, dat is dan mooi, hè? Wij zijn getrouwd in februari en een week daarvoor echt mega sneeuwd. Dat we echt dachten, oh, en ik was er helemaal niet op gekleed. Ja, ik had ook maar een mouwloos dingetje. Dus ik op het laatste moment nog zo'n ding eroverheen gehaald. Maar het was ook, wij hadden toen ook echt heel mooi weer. Stralend blauwe lucht. Dus dat is dan voor de foto's vooral zo leuk. Ik ben wel benieuwd. Ik heb nog geen foto's gezien volgens mij. Ik heb nog niks voorbij zien komen. Of ik heb niet goed gekeken. Ik heb er ook niet echt bewust op gezocht. Maar... Je hebt een actionverbod van je man. Ja, ik kan me er iets bij voorstellen. De meiden vinden het bij mij vooral heel erg leuk. Ik heb zelf nu al, ik vind ze mooi. Oh, is al gepasseerd. Het is nu kerst. Ja, zie? In mei bleef ik ook zo binnen. Er was gisteren heel veel kerst. Maar ja, het kan ook, het ligt natuurlijk ook wel welke stad je bent. Grote kastanjeboom in de tuin. Veel werpen, het rapen van de kastanjes. Ja, maar het is wel leuk. Tuin ligt vol met bladeren, kastanjes. Maar ach, het is herfst. Nou, inderdaad. Positief. Heel goed. Dat is een hele goede motto. Dat moeten we allemaal hebben. Positief bekijken. Nee, hè? Nog geen foto's. Nee, zie, dan heb ik het goed gezien. Zo, nou, ondertussen zitten mijn paddenstoeltjes redelijk vast. Ja, dat is inderdaad dat veel mensen doen bij de action. Je komt voor iets en je komt met hele andere dingen terug. Zo. Nou, dat heb ik in ieder geval. Maar ik was dus van plan om er een kaart mee te maken. En dan dacht ik, dan maak ik een kaart. En dan ga ik dat een beetje op deze manier doen, dacht ik. Ik weet het nog niet helemaal precies. Ik dacht, ik maak in ieder geval wat gras. Dus ik had allemaal al gras uitgestanst. Waar ik dan mijn paddenstoelen op wou maken. Of in wou schuiven eigenlijk. Dus ik dacht, als ik dat nou als basis doe. En ik doe een paddenstoel hiervoor. En ik doe een paddenstoel hierachter. En ik maak eigenlijk een soort grote kaart. Dat vond ik wel grappig. Maar toen kwam het idee. Kijk, dit was in eerste instantie mijn idee om zo'n soort kaart te gaan maken. Leek me grappig, gewoon een wat grotere herfstkaart. Alleen toen dacht ik, maar ik kan het ook wel in dit bakje doen. Dus, wat zullen we doen? Zullen we er een kaart van maken of zullen we het in het bakje doen? Ik kan hem ook zo maken dat ik de achterkant nog even kan bewerken met iets dat ik wel deze maat aanhoud. Maar wat vinden jullie leuk? Ik had van alles uitgestanst wat ik erin kon gebruiken. Want ik dacht, ach, is wel leuk. Dan zet ik er nog een poppetje in. Dan maak ik een beetje herfsttafereeltje in met een eekhoorn. Maar ik kan het ook gewoon in het bakje doen. Is misschien wel leuk. Maar dat heb ik echt net heel, heel impulsief bedacht. Zo heerlijk voorbereid dit. Bakje. Oh. Nou, geen twijfel dus. We gaan voor het bakje. Nou, laten we maar doen dan. Nou, dit wordt een uitzending, jongens. Ik ben heel benieuwd. Ik zet even alles hier neer. Ik gooi mijn bakje even leeg. Zo. Zo. Ik had het bakje puur praktisch. Omdat ik dacht, nou, dan gooi ik er al die standjes in. En dan kijk ik wel wat ik ga gebruiken. Maar dan gaan we gewoon een beetje dat bakje even een beetje bruin maken. Denk ik. Of iets van designpapier. Maar dat moet ik eventjes iets gaan zoeken, maar dat heb ik niet zo even bij de hand, denk ik. Ik heb hier altijd wel heel veel zooi om me heen liggen, maar ik denk net niet even een formaatje van een dit formaat. Dus dat moet ik even achteraf doen. Maar we kunnen wel de basis maken. En dan maak ik hem later wel af. Dan zal ik hem even op foto zetten. Dat is misschien wel het leukst. Onder het mom voor de herfsttafel, toch? Leuk met pompoenen. Vind ik ook altijd heel erg leuk. Ik heb inkt even de binnenkant, maar dat hebben jullie ondertussen wel door, hè?
Zo. Dat geeft een net iets leuker effect. Dan moet ik altijd opletten, want hier ben ik echt heel slecht in. Hier zit dus een ophangbeugeltje, dat je hem kunt ophangen. En ik ben dus altijd zo'n muts die dan bijvoorbeeld zo gaat werken of zo. En dan heb ik hem helemaal leuk, kan hem alsnog niet ophangen, want dan zit het beugeltje niet goed. Dus kijk even waar het beugeltje zit. Nou, ik heb natuurlijk wel dat blauwe stippenpapier. Maar dat past natuurlijk weer niet helemaal in mijn achterkant. Maar als ik nou... Dan moet ik gewoon een stukje bij snijden. Dat zou kunnen. Kijk, dan krijg je het een beetje voor het beeldvorming zo. Dat is misschien wel grappig. Ja, Jolanda, ik heb een heerlijke werktafel hier. Ja, vorige keer had ik even een foto laten zien, hè, hoe mijn werkblad eruit ziet na een live. Kijk, als ik knutsel is het sowieso een chaos. Maar met live, ik ben gewend, en dan gooi ik alles die kant op. En dan denk je hier van, ah, het ziet er netjes en opgeruimd uit. Maar dan denk ik, oh, jullie moeten daar eens kijken. Dus daarom had ik... Ik gebruik altijd de Papersoft. Die heb ik altijd standaard naast me liggen. En dan spons ik, zeg maar, mijn sponsje ook altijd op. Dus als je me dit ziet doen, dan ben ik op dat sponsje aan het sponsen. En dat is walnootbruin Papersoft. Met zo'n bak, nou, ik denk hier al wel 2 jaar mee. Daar kom je nooit doorheen, wil ik niet zeggen. Dat klinkt niet helemaal netjes, maar daar doe je heel lang mee. Als ik het verkeerd doe, kan je altijd nog het lipje van het bakje gebruiken. Ja, dat is ook zo. Maar ik betrap me er altijd op dat ik dat gewoon nooit naar kijk. Oh ja, de lint erop. Aan de andere kant kun je ook zien wat de bovenkant is. Is ook zo. Is ook een leuk idee. Trouwens, kun je hem zo ophangen. Vind ik ook een leuk idee. Oh, loopt de boel vast, Diana? Moet je hem even verversen? Ik heb dat ook namelijk constant, maar dan loopt bij mij de chat niet door. Dus ook best wel lastig, hoor. Goed, ik ga in ieder geval ook die randjes van dat gras even beïnt. Ik heb dus nu even geen idee hoe het eruit komt te zien, hoor. Te veel stipjes zo, even de achterkant van even gebruiken. Ja, is misschien ook wel goed. Is iets rustiger. Ja, ik snap wat je bedoelt. Het was ook meer dat ik hem ook later pas erin ga plakken, hoor. Want nu zie ik precies zo'n... Oh, dat zou ik misschien wel weg kunnen werken. Met zo'n spinnenwebje of zo. Dat is ook nog wel grappig. Nou, komt allemaal nog wel goed, jongens. Zie je dat? Ja, maar zo is hij inderdaad rustiger. Ben het met je eens. Ik ga even kijken. Deze moest nog beïnkten. Ja, ik zou van die blaadjes kunnen pakken van het stencil, bedoel je, Astrid. Dat is misschien ook wel grappig. Ik heb ook nog blaadjes uitgestanst, zie je dat? Dus die kan ik daarmee matchen. Is ook wel leuk. Alleen ik zit nog even mee hoe ik die dwarse rand ga wegwerken hier. Maar dan zou ik... Nee, dat klopt niet, hè? Een kerstboom die groter is als een paddenstoel, dat is een beetje raar. Wel een eekhoorn. Ik wil die rand hier eigenlijk een beetje wegwerken. Nou, ik ga eerst even dat gras op maat doen. Even over nadenken. Hey, gezellig Ellie. Leuk dat je even meekijkt. Het laatste stukje. Nou ja. Oh ja, kun je nagaan. Het is alweer 10:15. Ik red dat gewoon ook niet hoor. Dat uurtje. Zo, en dan. Ik vind het altijd wel leuk als ik wat meer randen heb van gras. Wat voor een bakje is dit? Het is een MDF bakje, vierkant bakje. Ik zet zo meteen even de referentienummers eventjes voor jullie bovenaan. Waar nu staat van de nieuwste collectie van Dutch Doobadoo. Zou ik eventjes veranderen. Ja, dat verander ik niet. Maar dan zet ik daaronder even de gebruikte artikelen. Maar dat kan ik voor die tijd nooit doen. Omdat je nu al bijvoorbeeld ziet, het gaat allemaal heel impulsief altijd met My Life. Ik kan niet van tevoren zeggen, ik ga met die producten werken. Vaak wel een beetje de basis, maar niet het geheel. Dus ik schrijf de artikelnummers achteraf eventjes erop voor jullie. Goed? Nou, ik denk zoiets, maar dan moet ik ze even een beetje op maat knippen. Is het voordeel dat het vrij hetzelfde maat is. Dus dan kan ik het even op deze manier iets makkelijker. Het moet zo meteen hierin. Dus zeg maar ongeveer tot hier. Zo. Moet hij nog ietsjes eraf.
Nou, Jeanette, soms vind ik het wel eens vervelend hoor. Dan denk ik, Martine, zorg nou eens voor dat je gewoon van tevoren precies weet. Maar ik vind het ook niet leuk, want dan moet ik eenzelfde project maken wat ik al gemaakt heb als voorbereiding. Dus dan denk ik, ja, dat vind ik ook niet leuk. Maar soms is het ook wel weer heel erg klungelig, omdat je, nou, zoals nu ook, iets impulsief bedenkt, maar dus totaal geen rekening mee gehouden hebt, zeg maar. Maar goed, het is nou eenmaal gewoon wie ik ben. Wat dachten jullie, Angelique en Marit? Wat dachten jullie, alle twee hetzelfde? De rand in het midden. Er staat, ja, dat heb ik net ook al bedacht. Maar dan denk ik, moet ik hem ook nog gaan snijden? Ja, zal ik dat maar eens even proberen? Nou ja, laten we maar gewoon even afmaken. Dan duurt de uitzending maar weer eventjes wat langer. Als jullie het niet zo erg vinden, dan gaan we dat maar gewoon even doen. Dan hebben we hem straks ook zo goed als af. Als ik inderdaad even een stuk eraf snijd, dat ik hem ongeveer een beetje in het midden heb. Zo. Nou, dat is niet helemaal in het midden, Martine, maar dan gaat de paddenstoel maar iets meer die kant op. Nou, jongens, fantastisch. Weggewerkt. Fantastisch. Toppertjes zijn we met z'n allen. Zo komen we er wel. Even kijken. Nou, dan doen we het gras eventjes een beetje zo. En dan maak ik nog even één rijtje van. Nou, moet toch nog ietsjes af. Die even smal snij. Dus daar haal ik even een stuk van af. Super weggewerkt. Nou, inderdaad, zo. Ah, nou, lief dat jullie allemaal zo positief meedenken. Leuk, daar word ik ook blij van. Zo, nou moet hij wel passen. Je ziet dan wel gelijk resultaat. Ja, dat is ook wel zo hoor. Al ja, maar soms baal ik gewoon af en toe een beetje van mezelf. Maar goed, ik merk al, ik heb er meer last van dan dat jullie er last van hebben. Dus ik snij even hier dus, want anders heb ik allemaal van die dikke stroken gras. Nou, dat wil je ook niet. Dus ik maak deze eventjes smal. Zo. Kijk, en dan kan ik dat rustig op elkaar plakken. Kijk, dus stel dan dat ik die achterste paddenstoel gewoon lekker zo laat, want die anderen zijn ook al best wel wat groter. Dus dan, kijk, en doordat je dan deze klein maakt, er kan nog wel een rij in, dan werk je dat een beetje weg. Zie je dat? Deze kan ook nog wel een stukje kleiner. Dat doe ik even op deze manier, want dat zie je niet, dat werk je weer weg. Als je die laatste maar even netjes snijdt, zie je dat? Dan krijg je een beetje dit. Kijk, en dan kun je die andere paddenstoeltjes erbij gaan plakken. Gewoon lekker doorgaan. Ja, oké. Okay. Dat hoort bij live. Ja, jawel. Dat snap ik wel, maar. Het moet ook nog leuk zijn om te kijken en ook nog een beetje resultaat hebben. Dan zou ik gewoon maar één paddenstoel doen en deze gewoon aan deze kant doen. Dat is misschien rustiger. Kijk, en dan heb ik nog wel van allerlei dingen meegenomen. Ik had een eekhoorn. Nou, die vond ik wel grappig. Die paste wel leuk bij. Maar ik had ook een poppetje, deze. Toen dacht ik, ach, het is ook wel schattig. Dan zit ze met de eekhoorn. Gaat ze. Ik heb geen idee wat ze gaat zoeken. Kastanjes. We kijken zo wel even. Als jullie iets anders een idee hebben, dan hoor ik dat ook wel graag. Ik had ook nog een boomstronkje, vond ik ook leuk. En ik had nog zo'n heel klein. Ook leuk. Dat is dan zwart met wit en met rood met zwarte stipjes. Maar een, hoe heet het? Een lieveheersbeestje. Even zoeken waar ik hem heb. En ik heb ook nog kleine paddenstoeltjes uitgeknipt. Kijk dan. Dat is toch ook een dotje? Schattig toch? Kijk, die kon dan weer leuk daarop, dacht ik. Of zo. En een egeltje heb ik ook nog. En ik had nog mini paddenstoeltjes. Kijk, een egeltje in het bos. We maken er zo'n heel tafereel van. En ik had ook nog van die mini paddenstoeltjes. Ik denk allemaal grote paddenstoelen is leuk, maar hier en daar een mini paddenstoel is misschien ook leuk. Nou, zo wordt het toch wat, of niet?
Ik zie de chat door het beeld heen. Hoe krijg ik dit weg? Tineke, vaak helpt het eventjes als je hem ververst. Dus als je even in die grote balk kijkt, Facebook Kippershobby, en je drukt even op enter daarop, dan herstart hij weer. Ik moet dat soms ook heel vaak doen, omdat de chat dan niet doorloopt. Dan gaat het allemaal heel snel en dan loopt Facebook een beetje door. Dus, oh, iemand zegt de chat naar rechts vegen. Kijk je via een mobiel waarschijnlijk. Nou, ik ben blij dat jullie het leuk vinden zo. Lukt het, Tineke? Is het gelukt? Nou, weet je, zo maak je inderdaad wel een leuk tafereeltje al. Ik had wel alvast een beetje de spulletjes erbij uitgezocht wat er een beetje bij past. Kijk, hier hebben we nog dwarrelende. Dan moeten we maar even vanuit gaan dat hier dan zeg maar een soort boom staat. Die zien we niet, maar er dwarrelen dan blaadjes. Of het waait gewoon heel hard. Kan ons het schelen. Bedenkt er iets bij. Kijk, dat is wel grappig als we daar dan wat blaadjes zo hier en daar wapperen. En wat nog wat in het gras. Of zo. Blaadjes. Ik vind die spinnenwebben op zich ook nog wel leuk als ik die dan hier zo doe. Toevallig heb ik hier twee liggen. Ik had ook nog een andere paddenstoel, maar dan wordt het weer iets te veel, hè? En ik had dennenboompjes nog, maar dat komt niet overeen. Kijk, dit is niet geloofwaardig dat de paddenstoel. Nou ja, of hij staat op de hele verre achtergrond. Dat kan ook. Maar het is een beetje onrealistisch als je een dennenboom kleiner is als je paddenstoel. Maar dan moet hij heel ver in de verte staan. Want ik weet niet, zeggen jullie maar. Gauw koffie gezet voor mijn mannetje. Ah, oh, twee gebroken ribben. Nou, man van Natasja, beterschap, daar word je niet blij van. Ik heb geen koffie, ik lust geen koffie. Ik vind koffie niet zo lekker. Ik lust het wel, maar ik vind het niet zo lekker. Ik heb een lekkere bak, grote bak thee, maar die is ondertussen ook wel weer koud. Wel leuk, dat poppetje en de eekhoorn. Ja, ik denk dat je wel een beetje een tafereeltje krijgt op deze manier. Wat heb ik nog meer? Ja, eigenlijk alleen nog echt paddenstoelen had ik uitgestanst. Zou ik het zo een beetje doen? Is dat leuk zo? Ik denk alleen dat ik die groen echt eventjes bruin groen moet maken, want anders is het een hele andere kleur groen. Geen dennenboom. Verlaten die dennenboom. Nee, geen dennenboom. Goed zo, jongens. Nee, het is niet realistisch, hè? Ik had ze er liggen, toen dacht ik, nou, volgens mij matcht dat niet helemaal. Maar goed. De dennenbomen. Het meisje geeft in haar hand. Nee, ze heeft geen handjes, want de handjes die staan zo. Dus ik kan haar, ja, ik kan haar misschien wel een blaadje geven, maar dat ziet, nee, dat is niet, denk ik niet zo leuk. Geen boompje, geen dennenboom. En net in de groei dennenboompje, ja, die is ook leuk. Net geplant. Oh, nou dat kan zeker, Astrid. Daar zijn deze lijstjes heel erg leuk voor. Oh, je wil niet weten hoe vaak ik dit lijstje al wel niet gebruikt heb voor tafereeltjes. Ik heb hem ook al helemaal leuk in een soort, het was van de zomer, in zeethema's gemaakt. Met die doosjes kun je, of met die bakjes kun je echt de wereld inmaken. Is echt heel leuk. Ook voor geboorte. Als je nou bijvoorbeeld een geboorte lijstje maakt, met bijvoorbeeld een naam, de geboortedatum. De tijd, weet ik veel. Een leuk plaatje met iets van baby's. En je beplakt hem helemaal in het roze of blauw. Is ook heel leuk als kraamcadeautje te geven. Heb ik ook al voor gebruikt. Nee, dat klopt. De verhouding van het eekhoorn en het meisje klopt ook niet. Nee, het is een beetje fantasie moet je doen, hè? Het eekhoorntje een eikeltje laten vasthouden. Dat is wel leuk. Alleen ik heb die eikel. Die heb ik hier niet uit. Die heb ik er niet bij. Ik heb alleen een blaadje wat ik in zijn hand kan geven. Maar dat is. Nou, weet ik ook niet of ik dat nou zo heel erg leuk vind. Het is wel een leuk idee. Ik zet Astrid, ik zet straks eventjes het bakje als referentienummer eventjes bovenaan het lijstje. Komt goed. Doe ik straks eventjes. Ik weet het ook niet uit mijn hoofd namelijk. Ga zeker kijken of ze deze man hebben, helemaal verliefd erop. Nou, ik denk het wel hoor, want ze komen eind van de week komen ze als het goed is uit. Dus dan liggen ze echt wel in Hardenberg. Ze zijn van dat merk Dutch Doobadoo. En ze zitten gewoon op zo'n zwarte papiertje en dan zie je twee van die stencils liggen met het logootje erboven. Dus komt wel goed hoor, die zullen ze heus wel hebben. Onze lieve heersbeestjes op die boomstronk is ook schat. Ja, lief hè? Ja, ik vind dat ook echt een schatje. Dat vind ik net als met dat egeltje, vind ik ook leuk. Nou, zullen we het zo gewoon doen? Dan ga ik die blaadjes even iets donkerder maken. En dan plakken we het gewoon vast. Dan hebben we toch een leuk herfsttafereeltje. Kunnen we ook leuk als op ergens neerzetten. En dan leuke blaadjes en kastanjes er rondomheen.
Hey Mirjam, leuk. Ja, je kunt straks inderdaad weer meekijken. Hey jongens, als jullie het tot over 3 weken. Els, nou, ik weet niet wat je precies gaat doen, maar tot over 3 weken. Wil je nog kans maken? Ik mag 3 verrassingspakketten van Dutch Doobadoo weggeven aan het einde van deze week. Dus kijk je later deze uitzending na, kun je ook gezellig nog meedoen. Het enige wat je hoeft te doen is even de live uitzending te delen. En dan maken we aan het einde van de week 3 winnaars bekend. Dus dat mag ik ook nog weggeven. Ik gooi het er nog maar even een keertje in. Ik ga hem vastplakken. De stempeltjes. Maria, ik weet niet welk stempel je precies bedoelt, maar deze stempel is van het merk CC Designs. Dat is C.C. Designs. En het eekhoorntje met het houtstronkje, het lieveheersbeestje, het egeltje. En er staat ook nog een slakje op en nog een kleiner egeltje. Die is van het merk Cuties. Dus de Forest Fellows heette die. Dat is een stempelset. Maar dat staat los van deze. Dus dit is CC Design en dit is de Forest Fellows. Dat zijn van Cuties. Nou, ik onthoud jullie even hoe het is. Dan ga ik hem nu vastlijmen, want ik ga het nu alles afhalen. Dus als ik het zo meteen fout doe, schreeuw eventjes, want daar ben ik dus heel goed in, hè? Dat heb ik ook wel eens vorige keer ook wel eens gezegd. Dus sommige mensen maken er dan echt foto's van en plakken hem dan weer na. Ik doe dat niet. Ik denk, oh, ik onthoud het wel. En 9 van de 10 keer wordt hij zo meteen weer totaal anders dan ons eerste instantie de bedoeling was. Maar we zien het wel. Komt goed. En anders wordt hij weer anders. Wat ik wel ga doen is ook, hier geldt weer randjes beïnkten. Dus ook deze randjes worden gewoon beïnkt. Ook al zie je dit niet, het is gewoon automatisme. Maar het geeft gewoon net iets meer een schaduweffect. Ik vind het altijd net iets leuker. Ja, helemaal goed. Ja, je zult wel een hoop te doen hebben, Marit. Veel plezier. Succes. Het weer werkt in ieder geval mee om lekker aan te rommelen. Het lijkt wel een beetje op Roodkapje. Ja, ik denk ook wel inderdaad dat dat een beetje het idee ervan is, hoor. De lookalike van de Roodkapje. Ik doe eerst even deze erin leggen. Zo. Hupsalakee. Goed tegen de rand aan. En dan vervolgens deze. Doe ik nog even wel hier even nog iets lijm. Zo. En die plakken we strak aan deze hoek. Wel even belangrijk dat je dat eventjes netjes wegwerkt. Dat je geen hout meer aan deze kant ziet. Dus het lijm is altijd nog even verschuifbaar. Zie je dat? Dus dan heb je dat in ieder geval goed gedaan. Zal ik even de lamp aan doen? Volgens mij is het best donker voor jullie, hè? Ik heb gewoon een lamp hoor. Dat krijg je me deze dagen. Zo, is misschien iets beter zichtbaar. Deze dus even goed omhoog schuiven. Oh ja, zie je. Ja, nou, heel veel mensen maken er een foto van. Ja, ik ben gewoon. Ik doe dat nooit. Nou, dan ga ik even het gras doen. Gras lijm ik altijd onderaan. En waarom? Omdat ik er zo meteen die paddenstoel nog achter ga schuiven. Ga ik hem hier al lijmen, dan kan ik mijn paddenstoel er niet meer in schuiven. Dus dit is gewoon even gokken waar die ongeveer ook alweer zat. Nou, ik doe hem ongeveer een beetje hier, want ik denk dat dat wel redelijk matcht. Ik zal hem iets lager doen. Zodat mijn paddenstoel er zo meteen wel in past. Toch nog wel wat lager. Dan doen we hem ongeveer zo. Zo. Ja. Zo. En dan kunnen we die grasrandjes er allemaal in doen. Maar ook omdat dat poppetje zo meteen in het gras, dat doe ik echt alleen maar die onderste rand van dat gras. Zie? Die ga je gewoon op deze manier lijmen. Die moesten andersom. Oh, die plakrand. Ja, zie, dat bedoel ik dus al. Want dan zie je mijn paddenstoel zo meteen daar weer. Nou, misschien kan het er nog wel af. Daar gaan we al. Misschien als ik het zo doe, dan zijn we gelukkig nog wel redelijk op tijd. Nee, dat gaat al niet goed. Want als je, nee, we kunnen niet anders. We kunnen wel anders. Nee, dat maakt ook niet uit. Nee, nou, dan zien we zo meteen gewoon de rand. Kijk, dat krijg je als je dus gewoon niet oplet. Want hier zie je nu al de lijmrestjes zitten. Ja, maar we zouden er nog een laagje overheen kunnen plakken. Ik heb nog wel een restje over. Zullen we dat anders doen? Pak deze nog even af. Kijk, doen we dit toch? Huppakee, ziet niemand. Zo.
Opgelost. Niet meer naar kijken. Zo. Zijn niet voorheen gaat te vangen. Ja, ik heb het gewoon zo opgelost. Zie, zo kan het ook. Nou goed, ik ga weer verder. Dankjewel voor het opletten, dames. Fijn dat jullie zo lekker alert zijn. Nou, we moeten weer even kijken hoe ver ik die paddenstoel dan nu weer moet doen. Voordat ik dat krijg. Zo. Zo. Ja, jongens, we lopen helemaal goed. Heeft niemand gezien. Hoeft niemand te weten. Niet meer over hebben. Nou, ik had toevallig dat papier nog over, Jeanette. Dat was het restje van die andere kant. Dat is ook mijn nadeel altijd, hè? Ik plak altijd gelijk. Dan kun je ook zo weinig nog herstellen, hè? Nou, goed. Ik denk ook niet na. Ik doe het altijd maar gewoon. Of ik kon er een stok. Ja, dat had ook nog gekund, Ellie. Dat je er een stuk bruin op doet. Dat is de boom op de achtergrond is. Maar zo heb ik het alweer opgelost. Even uit de uitzending knippen. Ja, Joyce kon dat maar. Soms wou ik dat echt wel heel graag. Maar helaas. Jullie moeten het echt doen zo. Nou, iedereen heeft lol. Ook, ik kan me iets meer voorstellen. Als je live kijkt, vooral als ik zelf bijvoorbeeld films kijk op mijn computer of zo, dan heb ik altijd dus die koptelefoon op. En dan lig ik soms ook helemaal hilarisch in een deuk. Maar mijn man zit zeg maar in dezelfde ruimte, maar iets verderop. Die zit me soms ook echt aan te kijken. Gaat het, schat? Maar dan heb ik ook gewoon ergens lol om. Dus ik herken het wel een beetje. Even kijken, wat had ik? Ja, ik had nog een randje. Dat was het slordige randje. En die andere was netjes. Subselectie. Zo. En dan is die onderste laag, die moet je in ieder geval voor zorgen dat die recht is. Dat die hier dus mooi opvalt. En daar doe ik eigenlijk nooit een bruin randje om. Deze andere wel, want dan kijk je de schaduw in. Maar door deze niet te doen, valt die op de voorgrond. Nou, ik weet niet of jullie wat van mij leren hoor. Ja, misschien van mijn klunzigheid, maar. Zoals je ziet, ik ben altijd heel erg chaotisch. Dat kan maar weer vast. Ja, we kunnen bloopers. Nou, je moet niet weten, Astrid. Ik neem natuurlijk met Erwin ook altijd vaak video's op voor YouTube. Nou, ik zeg, je kunt wel een bloopervideofilm gaan maken. Ik zeg, hoe vaak ik wel niet of mijn tekst kwijt ben, of iets totaal verkeerd zeg, of. Nou, echt. Liever niet, maar. Dan zou je er zo'n uitzending van kunnen maken. Misschien is het leuk als ik dat eventjes wat verhoog met wat tape, die paddenstoel. Dan komt hij misschien net iets meer uit. Ja, inderdaad. Hoe je het leert, hoe je het niet moet doen, Astrid. Niemand is perfect. Nee, dat is ook zo. Het is alleen zo jammer dat het dan live is, hè? Even kijken hoor. Deze even eraf halen. Ik doe altijd nog een beetje lijm op mijn tape. Ik heb heel vaak de vraag: waarom doe je dat nou, Martine? Maar ik zal je uitleggen. Tape, als die war stel dat je nou dit op de herfsttafel gaat doen en je hebt een hele mooie herfstige dag en het zonnetje schijnt. Heel vaak vind ik, als het lang duurt, dus dat is niet gelijk, maar als je het een project een tijd lang hebt staan, dan wordt het door die warmte, gaat die kleeflaag wat minder. En om dat te voorkomen, doe ik altijd nog een beetje lijm op mijn tape. Heel even mijn echt een loopneus. Zo. Ik zou hem in het randje naar voren zetten, niet helemaal achter. Nou, dat heb ik nu bewust gedaan. Want de paddenstoel is best wel heel erg groot. En deze doe ik wel, zeg maar, aan deze kant. Hier, die schuif ik wel hieronder. Zie je dat? Toch had ik hem voor mijn gevoel toch net anders. Zo, denk ik. Zie? En die ga ik ook even. Kijk, doordat ik die met die tape meteen nog hoger ga maken, zie je het verschil al? Dan komt hij echt naar voren. Zie je dat? Ik weet niet of dat heel erg goed zichtbaar is op de camera. Zo denk ik wel. Daarom ga ik hem hier nog zo meteen even vastplakken met iets dikker tape. Dus dan pak ik wel gewoon diezelfde tape. Maar dan vouw ik hem eventjes een paar keer op elkaar. Dan wordt het echt een dikker foompje. Snap je? Dus dan doe ik hem op deze manier. En dan wel zo op.
hieronder dat je hem ook niet echt ziet. Snap je? Van welk merk is dit? Dutch Doobaroo? Ja, Dineke, dit is die paddenstoeltjes. Dat is de nieuwe collectie van Dutch Doobaroo. Die kun je in de meeste winkels waarschijnlijk al wel als pre-order voorbestellen. Maar hij komt, als het goed is, eind van de week of begin volgende week uit. Dus dit is echt de allernieuwste collectie. Kijk, en dan krijg je echt een beetje, zie je dat, dat hij echt naar voren komt. Dan kan het alsnog losgaan. Ja, Inge, maar dan doordat er die lijm nog extra op zit, blijft de kleefkracht wel echt veel langer hoor. Buiten het minder plakken gebruik ook lijm. Kun je eventueel nog schuiven. Nou, Lydia, dat is ook nog een bijkomend voordeel. Dat klopt. Bonjour, Vivienne. Leuk. Nou, dank je, Ria. Nou, ik heb ook wel heel wat bloopers gemaakt in deze uitzending. Dus ik ben gedeeltelijk goed bezig. Even kijken. Nou, dan gaan we ons meisje doen. Had ik hier nou. Oh ja, hier had ik natuurlijk die eekhoorn. Ik was zeggen, ik mis hier iets. Zo, die eekhoorn. Ook die. Ik ga dat gewoon even met foam plakken hoor. Ah, oh, sorry Astrid. Nou, ze zijn wel echt heel leuk. Ze zijn gewoon schattig. Dat is het. Dat heet ook niks van niks cuties. Ik moet zeggen, ik gebruik ze ook heel vaak hoor. En vooral eigenlijk die losse onderdelen. Die eekhoorn gebruik je wat minder vaak, ik in ieder geval. Maar dat hout, dit hout is heel leuk. Dat kun je echt bij heel veel verschillende thema's gebruiken. Maar ook zo'n lieve heersbeestje en die egeltjes. Ik ben namelijk gek op al de tafereeltjes maken. En ik ben ook gek op precieze design. Maar als ik bijvoorbeeld, stel dat ik dan die eekhoorn niet zou gebruiken en ik zou bijvoorbeeld een verjaardagskaartje maken of zo. En ik pak zo'n poppetje van Cici Design. Nou is dit een winterspoppetje, maar pak even voordat het een, weet ik veel, een ander poppetje is. Dan kun je ook sowieso die egels en dat hout en zo'n lieve heersbeestje is gewoon tijdloos. Kun je eigenlijk altijd overal wel mee combineren. Daarom is die set ook leuk. Er zit ook een slakje in bijvoorbeeld. Het is ook gewoon heel leuk om ergens tussen het gras door te zetten, zeg maar. Sabine, ja, er zijn ook wel webshops in België uiteraard. Wil je eventjes precies weten waar en hoe? Stuur dan heel eventjes een mailtje naar info@kippers.nl. Dan kunnen hun jou even zeggen waar je het precies in België kunt vinden. Maar is wel echt te krijgen in België hoor. Oh, nou Ria, dat hoeft niet hoor. Ja, als je het leuk vindt om de uitzending terug te kijken, maar sla die bloopers even over. Ja, het maakt het inderdaad gewoon af. Ja, helemaal mee eens. Ja, Sabine, die kun je gewoon een mailtje sturen hoor. Dat is geen probleem. Hun weten precies waar de webshops te zijn, te verkrijgen zijn. Of welke winkels er in België zitten. Daar ben ik zelf niet zo van op de hoogte. Even kijken hoor. Ik had haar net wat hoger gezet, hè. Zo wel een beetje, denk ik. En dan onze egel hier. Kijk, het is wel grappig, want hij zit echt een beetje verdekt opgesteld. Maar je kunt hem ook natuurlijk een beetje zo zetten. Zo zie je hem iets meer, is wel leuk. Nou, ik ga het gewoon vastmaken. Ik ga mijn egel, want ik vind de randjes eromheen toch nog een beetje wit. Ga het toch een beetje bruin maken. Kijk, hij is nu nog een beetje wittig. Maar als ik er gewoon een klein beetje bruine inkt overheen doe, dan wordt hij al iets minder aanwezig. Zie je dat? Nu is hij al iets. Iets neutraler. Helemaal goed, Ria, leuk. Nou, vind ik wel lief hoor. Kijk, een klein beetje tape erop. Zie? Zo. Dan kan ik dat andere kleine stukje tape voor mijn lieve heersbeestje gebruiken. Ook die ga ik eventjes. Zie je dat weer? Dit is echt heel erg wit zo. Ja, weet je, als je dat mooi vindt, is daar niks mis mee hoor. Maar ik vind het gewoon mooi om hem even ietsjes te camoufleren. Dat hij ietsjes minder opvalt. Hoeft geen hele dikke inktlaag te zijn. Maar zo is hij net. Oh, nou, zo is hij net even iets subtieler. Zie je dat? Mijn kleine dingetje. En dan zetten we hem eventjes. Oh, ik zal eerst even dat hout erop plakken.
Dus jongens, nogmaals, wil je kans maken op een verrassingspakket van Dutch Doobaroo, dan als je deze video deelt, dan maak je daar kans op. Eind van de week mogen we 3 verrassingspakketjes weggeven. Dus dat is ook nog leuk om even te melden. Zo, ik doe het hout ietsjes naar voren, dat hij niet helemaal plat op die op de grond staat, wou ik zeggen. Maar, kijk, en dan mijn paddenstoeltje erop. Nou, volgens mij gaat het al heel wat worden zo. Je krijgt in ieder geval wel echt het tafereeltje. Oh, die had ik al vast. Deze nog niet. Nou, ik ben blij dat jullie hem ook leuk vinden. Want ik dacht echt wel weer de uitzending van, nou, ik ga er een kaart van maken. Maar het werd heel impulsief een bakje. Dus, nou, wel grappig hoe het dan uiteindelijk dan geworden is. Dat vind ik van jullie ook altijd leuk. Dat jullie ook gewoon een beetje meedenken en met ideeën komen. Het is ook altijd, ik zeg altijd, hè, dat live is ook net of je gewoon met heel veel mensen aan het knutselen bent. Ook al zit ik hier gewoon in mijn eentje. Maar nou, jullie hebben wel soms een hele andere kijk op dingetjes. Dat vind ik altijd wel heel erg leuk. Ik zou het zo doen, maar dan zeg je, ja, misschien is sowieso ook wel leuk. Ik denk, oh, ook wel een leuk idee. Doe die spinnenwebbetjes nog eventjes op. Dat is wat kleiner, gedetailleerder. Maar het voordeel van deze lijm is dat hij transparant opdroogt. Dus de restjes van de lijm, dat zie je straks niet meer. Dat vind ik altijd wel prettig van dat soort lijmen. Dus nu zie je zo meteen nog het wit van het lijm. Maar dat is nou, van een half uurtje, 10 minuutjes al wel weer weg. Wel even goed aanzetten. Even goed aandrukken hoor. Dat is wel even belangrijk. Hieronder lijm had eigenlijk niet gehoeven, want het heeft geen functie. Maar zie, dus gewoon even rustig aandrukken. Deze ook eventjes. Zo. Nou, dat doe je ook aan de andere kant. Hoort er wel een beetje bij, hè, van die spinnenwebbetjes. Vond het wel een grappige stans. Was toevallig bezig met Halloween. En toen kwam ik die. Ik denk, oh ja, spinnenwebben horen ook wel een beetje bij Halloween. Nou, dat kan ook bij de herfst. Ik heb ze liever hier op mijn bakje dan in huis, die spinnenwebben. Nou, leuk dat jullie enthousiast zijn, jongens. Zo. Nou, wat mis ik? Oh, de blaadjes. Ik wou zeggen, oh, en ik heb ook nog van die hele leuke schattige paddenstoeltjes uitgestanst. Die is ook heel leuk om nog erbij te doen. Kijk, daar kun je gewoon lege plekjes mee opvullen. Hè? Als je nou denkt van, goh, ik vind hier nog een beetje kaal, daar nog een beetje kaal. Nou, dan zet je er gewoon een kleine mini paddenstoel in. Hier bijvoorbeeld. Het is wel echt heel klein, jongens. Priegel. En daar doe ik er denk ik ook nog eentje. Beïnkt altijd ook zelfs de stammetjes hiervan. Zo. Zo. En er hoort dan de paddenstoel zelf natuurlijk nog op. Er moet eigenlijk nog een spinnetje naar beneden hangen. Ja, het is alleen een spinnenweb. Er zat geen spinwei bij de stand, zeg maar. En ik heb eigenlijk ook geen. Nou ben ik ook zelf niet zo heel erg van het Halloween-thema. Dus ik heb ook niet echt een stand met van een spinnetje of zo. Nou, je zou hem zelf kunnen maken natuurlijk. Maar het is wel een leuk idee om er een touwtje aan te hangen, inderdaad. Kijk, is toch leuk? Grote paddenstoelen, kleine paddenstoelen. Ja, die spinnenwebbetjes die zijn van Marianne, geloof ik. Marianne Design of Joy. Joycrafts. Als ik hem hier zo liggen, dan zie ik het vaak wel even aan de kleur. Volgens mij Marianne. Nou, zal ik zo meteen ook wel even in de omschrijving erbij zetten met het artikelnummer erbij. Begint vrijdag de beurs, Erna? Ja, je krijgt dan helemaal spontaan zin om zelf. Tenminste, ik heb dat wel altijd hoor. Ik vind het ook altijd aanstekelijk als iemand het nutsel is of creatief bezig is, dan wil je zelf ook zo snel mogelijk lekker aan de gang. Kijk, ik ga die blaadjes ook eventjes en die laat ik dan hier een beetje dwarrelen. Dus nogmaals, hier staat dan een eikenboom ergens of een andere boom, een kastanjeboom, ik weet niet wat er voor een boom staat. Ik heb verschillende blaadjes, er staan verschillende bladeren, verschillende bomen. Zo grappig om dat een beetje. Alleen deze kleur groen steekt een beetje af, dus die maken even iets bruiner.
Dan valt hij iets minder op. Kijk, en die dwarrelt dan ook gewoon ergens tussen mijn gras. Want alleen blaadjes in de lucht is ook niet helemaal zoals het hoort. Zo. Ik had allemaal verschillende blaadjes uitgestanst. Ja, lekker kleurig. Lekker fleurig. Ja, ik hou ook wel van dat rood-wit. Dus dat springt er altijd wel uit, hè. En de rest is inderdaad wat neutraler. Dus dat komt ook. Zo krijg je wat meer een geheel, hè. Zo. Nou, zo heb ik denk ik wel blaadjes genoeg. Ik zet er zo meteen nog de gebruikte artikelen bij, hoor, Ria. Ja, nou, ik zei net al, want er waren al meer mensen die vroegen welke artikel ik had gebruikt. Maar ik kan het van tevoren eigenlijk nooit noteren op de omschrijvinglijst. Omdat zo'n uitzending eigenlijk altijd vrij impulsief gaat. En dan ik niet van tevoren weet welk artikel ik precies ga gebruiken. Maar aan het einde van de uitzending dan zet ik bovenaan waar het nu staat met de nieuwste producten aan het werk van Dutch Doobaroo. Zet ik eventjes gebruikte artikelen bij. En dan kun je dat daar rustig terugvinden. Alleen de paddenstoelenrand zijn waarschijnlijk wel al in pre-order te bestellen. Maar die collectie is nog niet uit. Die komt eraan. Zo. Nou, leuk dat je hem gedeeld hebt, Herma. Voor de andere mensen die ook kans willen maken op een van de drie verrassingspakketten van Dutch Doobaroo. Nou, deel even deze video. Dan maken we aan het einde van de week de winnaar bekend. En dat is ook voor de mensen die terugkijken, kunnen ook gewoon meedoen. Ook al kijk je niet live nu mee. Daarom doen we dat eigenlijk altijd aan het einde van de week. Nou, dit is hem uiteindelijk geworden. Mist hier nog iets? Moet er nog iets naartoe gevoegd worden? Zeg eens. Ik vind hem, moet ik zeggen, echt wel heel erg leuk geworden. Ik dacht het begin van de uitzending wel even, oh heden, waar gaan we heen met het bakje, maar het is goed gekomen. Zet wat blaadjes op de paddenstoel. Oh, dat de blaadjes over de paddenstoel vallen, bedoel je? Een beetje zo. Zo bedoel je? Nog een klein blaadje, hier, zo. Ja, zo kan die natuurlijk ook, hè. Het is maar net hoe je hem leuk vindt. Nou, dit is hem in ieder geval. Nou, super. Leuk dat jullie gedeeld hebben. Zijn er verder nog vragen? Laat het even weten. Kijk in een uitzending terug en heb je nog een vraag? Stel hem rustig in de chat. Tag mijn naam er even in, Madeliefje. Dan krijg ik er een melding van en dan kan ik hem... Daar kan ik er antwoord op geven. Nogmaals, de gebruikte artikelen zal ik zo meteen boven even in de lijst toevoegen. Nou, en voor de rest zou ik zeggen, ben ik er volgende week om 9:30 gewoon weer. En dan gaan we weer totaal iets anders doen. En zo proberen we elke week weer wat anders te doen. Nou, ik vond het een leuke uitzending. Het was een iets wat chaotische uitzending, maar het is uiteindelijk gelukkig allemaal goed gekomen. En een heel werkje wat af is. Want het is ook niet leuk als je een werkje maakt en dan halverwege zegt, nou, ik maak het straks wel af. Want het leuke van live is dat je ook vanaf het begin tot het einde echt iets ziet ontstaan. Dus dat is alleen het kost gewoon iets meer tijd. Maar goed, dat is voor mij ook niet zo erg. Nou, jongens, graag gedaan. Ik zeg een hele fijne dag. Ik hoop dat het zonnetje nog lekker doorkomt en dat we lekker kunnen genieten van het mooie weer. Zou je een keer een geboortekaartje willen maken? Nou, ik neem het in overweging. Het zou niet gelijk aankomende week zijn, maar het is misschien wel leuk om een keer te doen. Graag gedaan, Sandra. En ik zeg, jongens, tot volgende week. Maandag 9:30 ben ik weer live. Yes? Doeg!